Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Door de overwinning van afgelopen weekend werd PEC Zwolle zesde in de competitie en speelt het in de eerste ronde van de play-offs tegen Vitesse. De grote vraag luidt, is de ploeg van Ron Jans er klaar voor? Ja, volgens mij wel. Kopjes staan er heel wat beter op dan bijvoorbeeld de eerste training na de verloren bekerfinale. We hebben ons, vind ik, goed hersteld en dat moeten we nou doorzetten. Tuurlijk. 3-0 gewonnen van Feyenoord. Goed resultaat. Tweede helft ook nog eens met mooi voetbal. Dus ik denk dat wij alleen maar wat te winnen hebben nu. Ja, die wedstrijd tegen Feyenoord afgelopen weekend, dat heeft ook wel een positieve boost gegeven binnen de groep, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Bij Groningen, nou, dat was nog niet geweldig, maar win je wel. En vind ik dat we ons toch wel mentaal hersteld hebben. Maar voetballen tegen Feyenoord in de tweede helft zag het er gewoon uitstekend uit. En dat bevestigt weer dat wij thuis gewoon een heel hoog niveau kunnen halen. En uit bij Vitesse zondag zullen we moeten zien dat we boven het gemiddelde van de competitie uitstijgen in een uitwedstrijd. Ik moet zeggen, die bekerfinale zit nog wel een beetje in mijn hoofd. Dat was niet echt de meest leuke dag in mijn leven, laat ik maar zo zeggen. Maar daarna moet je als prof zo professioneel zijn dat je weer verder gaat. En het is nooit alleen maar winnen. Dus verliezen hoort er ook bij de topsport. En het gaat erom hoe je daar dan mee omgaat. En ik denk dat wij hebben laten zien dat we daar heel goed mee om zijn gegaan. Alleen ik hoop niet meer een verlies mee te maken. Dus ik hoop dat we het nu gehad hebben. PEC Zwolle dat zich goed herstelde na de bekerfinale treft nu dus Vitesse in de play-offs. En waar Ron Jans PEC Zwolle betitelde als outsider, is Vitesse de favoriet. Ja, vind ik wel. Als je ziet wat van vorm ze de laatste week hebben getoond, dan denk ik dat zij wel de favoriet zijn. Maar dat betekent niet dat wij geen kans hebben. Het mag wel duidelijk zijn, wij kunnen gerust Vitesse uitschakelen, hoor. Maar ik vind dat Vitesse het na de winterstop heel goed gedaan heeft. Uit bij Feyenoord, daar speelden ze echt geweldig. Maar thuis tegen Feyenoord deden wij het ook wel aardig, moet ik zeggen. Dus het wordt een mooie clash. Maar en dat heeft ook weer allemaal weer met begroting en dat soort dingen te maken. Ze hebben toch wel een paar hele interessante en goede spelers. Maar ik denk dat wij zijn in staat om door te komen. Maar dan moet je effectief zijn en dan moet je ook effectiever zijn dan Vitesse. En dan moet je in uitwedstrijden verbeteren ten opzichte van de competitie. Maar eerst speelt PEC Zwolle dus thuis tegen Vitesse. In een dubbel programma moet PEC Zwolle dus een goede start maken. Ja, wij willen thuis een goed resultaat halen ten eerste. Het is een soort Europese clash omdat je uit en thuis speelt. We hebben het nadeel dat we eerst thuis spelen dan uit. Maar misschien moeten we dat maar omdraaien in een voordeel. Dat gaat gebeuren zonder Stef Nijland morgen? Ja, helaas wel. Die heeft een tikkie op zijn enkel gekregen. En ik hoop dat hij zondag weer kan aansluiten. Maar dat is nog steeds een groot vraagteken. Maar morgen is hij er in ieder geval niet bij. Ze zijn wel goed in vorm. Dus ik denk dat ze zoals altijd goed voetbal zullen spelen. Verzorgd voetbal, aanvallend voetbal. Dus dat kunnen ze heel goed. Daar hebben ze de spelers ook voor. En daar zijn ze ook heel goed mee bezig. En zeker de tweede helft van het seizoen dat ze ook nog heel veel punten mee halen. Dus ik denk dat zij zo zullen spelen en er zal niet heel veel verandering in komen. Ja, na die bekerfinale hebben er een paar mutaties plaatsgevonden in het team, waaronder jij terug op middenveld. Zie jij ook dat je daar misschien dat belang in die overwinning hebt meegespeeld, dat jij weer op dat middenveld terug bent gekomen? Daar laat ik liever aan andere mensen over, maar het is een verschil in hoe je wil spelen. Ik ben natuurlijk meer een defensiever speler dan Mustafa Saimak. Goed, het is waar de trainer voor kiest. En natuurlijk hoop ik altijd te spelen en dat hoopte ik in de bekerfinale ook. Toen koos hij niet voor mij en nu wel. We hebben twee keer gewonnen, dus dat is mooi voor mij en voor het team. Heeft Ron Jans wel eens spanning? Oh, Ron Jans heeft wel eens spanning, ja. Maar spanning is niet zo erg. Je moet zorgen dat spanning niet omslaat in verkramping en stress en dat soort dingen. Maar dit is voor ons, het is wel spannend. Maar hier hoeven wij ons niet te verkrampen. Hier moet je van genieten. En genieten is ook met elkaar weer het beste uit elkaar halen. Ook weer in de play-offs. En Ik ben heel benieuwd, want ik dacht even van, hoe gaat dat nu worden na die bekerfinale? Maar dat bewijst dit team weer wat ik steeds roep. Dit is gewoon ook mentaal, is gewoon een goede groep. En dat moeten we morgen weer bewijzen, thuis, 20:15, Vitesse.